vind het een hele leuke, lieve man. Maar sommigen die wil je soms wel vermoorden, maar dan houden we ons warm. Op het Christiaan Huygens College in Eindhoven maken ze alleen maar grapjes over en met de conciërges. De directeur noemt de cijfers van vakbond CNV Onderwijs randstedelijk. Ja, tuurlijk gebeurt er wat. Ik vergelijk het wel eens met, soms gebeurt er thuis ook wel eens wat in je eigen gezin. Dat je denkt van, wow, dat een kind dat tegen mij durft te zeggen, mijn eigen zoon of mijn eigen dochter. Nou, dat gebeurt hier ook wel eens wat in het heetst van de discussie. Maar dat beschouw ik als niet als van, jeetje, we hebben nu te maken met verbaal geweld of fysiek geweld. Nee, dat is gewoon zoals je zo nu en dan met elkaar omgaat. En soms dan flapt er wat uit. Dat zijn wel de ergste dingen die ik meegemaakt heb. OMO, ons middelbaar onderwijs, is een van de grootste onderwijsinstellingen van onze provincie. En ook daar zegt woordvoerder Saskia Barendse: elke school peilt jaarlijks het gevoel van veiligheid onder het personeel. En één keer in een paar jaar houden we een werktevredenheidsonderzoek. Uit de laatste onderzoeken blijkt niet dat de agressie tegen deze beroepsgroep is toegenomen. In het onderzoek van CNV zeggen 6 op de 10 conciërges dat ze uitgescholden worden. 50% wordt geïntimideerd, 30% bedreigd. Bovendien zegt 23% dat de laatste 10 jaar ouders zich agressiever gedragen. Op het Christiaan Huygens hebben ze er maar weinig mee te maken. U bent een rot conciërge, u bent geen aardige man. Maar niet echt dat ze schelden naar ons. Nou, ik ben natuurlijk klein, dus dat betekent dat iemand van 1,75 met iets meer gewicht, kilo of 20 meer, dan lijkt het natuurlijk voor mij dat het dreigend kan zijn. Maar ik heb het toch nooit meegemaakt dat ik daar problemen mee had. Ik denk wel dat ze op een gegeven moment een beetje naar je toe komen en misschien een borst opzetten, maar dan houdt het er ook heel erg mee op. Dus het respect en wat het wederzijds respect is gewoon heel belangrijk in dit. Dat leren we ze ook. Tenminste, we willen ook met u aangesproken worden. En ook conciërges zijn ooit jong geweest. Ik was niet altijd het makkelijkste, maar ik was wel altijd een lief mannetje.